Yo, what is up guys? Vandaag gaan we Far Cry 6 spelen. En Far Cry 6 komt volgens mij op 6 oktober ook uit. En gelukkig hebben wij hier al een code gekregen om met de game aan de slag te gaan. En ik speel de game vandaag op Xbox Series X. Dit is een game die geoptimaliseerd is voor de next gen. Als we het nog next gen mogen noemen. Of current gen. Het is wat jij wil. Maar dan moet je nog wel een high resolution texture pack bij downloaden. Heb ik natuurlijk dan ook gedaan. Beetje gek. Ik dacht dat dat met Smart Delivery niet meer helemaal op die manier nodig was. Maar ja, het is wat het is. Ik ga er niet om zitten zeuren natuurlijk. Far Cry 6. Ik ben niet de allergrootste Far Cry fan. Meer omdat ik die boot heb gemist. Deeltje 3 en 4 niet gespeeld. Far Cry 5 hoorde ik niet hele goede verhalen over. Far Cry New Dawn. Die kreeg ik omdat ik de review moest doen volgens mij. Als ik me niet vergis. En ja... Yeah. Het had wat coole shooting mechanics. Het had wat coole open wereld elementen. Maar het voelde niet als één solid product. Oké, kijken hoe dat hier is. Er zijn een aantal mensen bij ons op de redactie. Die zijn ontzettend enthousiast over Far Cry 6. En daarom heb ik zoiets van... Laten we het gaan spelen. Zeker wanneer Mr. El Pollo Loco, Giancarlo Esposito, hier de grote... eindbaas is. En dus gaan we nu beginnen. Dit is de eerste keer dat ik de game opstart. Dus het kan zijn dat we wat dingen moeten invullen. En noem het allemaal maar op. En akkoord moeten gaan met wat privacy stuff. Je weet het. Tegenwoordig moet je een heel boekwerk ondertekenen. Wil je een game gaan spelen. Het lijkt hier mee te vallen. Ze willen je wel gelijk stuff verkopen. Nee, laten we dat niet doen. Laten we gewoon doorgaan. Ja, dit is ook goed. En HDR kan niet, want we nemen dit uiteraard op. Audio dynamic range, medium, ja, houden we hem daar wel heel even op. Subtitles on, yep. Nou, let's do it. New game. Action mode, this is the classic Far Cry experience recommended for most players. Dan gaan wij dat ook doen. Dit is al dus ongeveer, ja, dit zijn de eerste stapjes in de wereld van Far Cry 6. Ik denk dat we ongeveer een half uurtje gaan spelen. Ik kan me voorstellen dat dit niet opgedeeld is in traditionele levels. Dus we gaan de introductie spelen. En het eerste stukje wat daarbij komt. El presidente Anton Castillo. My true Yarans, I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Vivero, created by our own brilliant scientists. The most effective treatment for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco. Modified with the purest fertilizer, Vivero is the key to rebuild paradise. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarans from across our island, chosen to produce enough Vivero to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Even my own son Diego will be drafted tomorrow. Hey Danny. And like a true Yaran, he turn that shit off with a smile on his face. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking true Yarans? It's the outcasts, the poor, orphans like us. He's bringing slavery back from the dead. In Yara, you can't run from this. Hang on, you ditched us. Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Now you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something. Select character. Danny Rojas. Yep. They got my name wrong. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck-up. Just come with us, Lita. Aye. You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boss waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Coño! Fucking blackout. Too big for a blackout. You're fucking packing? Oh yeah! What's going on? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. What the fuck? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. Alejo, don't! Draftees must report for duty. Alejo, get down! You will join us to rebuild paradise. Alejo! Ja, wat had je verwacht dan? Nee, we have to go. Is niet een hele slimme vriend. Now! The boat. You're coming. Promise me, Lita. See. Come on, Danny. Alright, here we go. Stay close, Lita. We have to get to the boat. Okay, Danny. Ik was al heel even bezorgd toen ik de cutscenes allemaal zag. Want dat leek toch allemaal 30 FPS te zijn. Maar ik kan nu gelukkig bevestigen dat de gameplay zelf gewoon 60 FPS is. Natuurlijk enorm belangrijk voor een shooter. Oh. The detection meter fills up, a soldier spots you. When full, the meter flashes and you've been detected. Okay. Makes sense. Hey Rojas, should have answered the call. De setting is dan wel heel erg cool. Dat is natuurlijk altijd wel een uitgangspunt van de Far Cry games ook. We moeten nog verder naar beneden, hè? Ja. Danny Rojas. This way. Oh. Okay, okay. I'm not resisting. I'm not resisting. What the fuck? Come on. I have a family. Wait. Don't shoot. Holy hell. Oh. We werden bijna gespot. We worden nu zeker bijna gespot, snel om de hoek. Oh. There's a lot of soldiers, Lita. So we take the sewers. Hij zit achter ons aan, hoor. De straten ligt vol met lijken. We made it. Ik vind het nog moeilijk om te zeggen wat ik van de graphics vind. Sommige stukken zien er echt heel tof uit. Bij andere dingen heb ik weer... Het voelt als last gen. Gebeurt er hier nog wat in de tunnels of? Wauw, dit is allemaal bloed inderdaad. No worries. Een beetje parcours. Ik weet niet of dit altijd al een onderdeel is geweest van Far Cry. Ik vind het jammer dat ze niet gewoon Spaans praten. Waarschijnlijk kunnen we dat wel instellen. Voelt meer op zijn plek. Zeker wanneer je staf zoals Narcos hebt gezien. Er werden net een groep mensen daar geëxecuteerd. Dat hebben we niet gezien. Omdat we snel doorliepen. They're just letting the military kill us. La noche de la muerte. The boat's over there. Run! 100 meter. Ik zie verder ook geen enemies of zo. Waar moeten we dan rennen? Baseball cards. Do you have any idea what these are worth? Let us through. Mierda! Marco, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? Give up his ticket. For his family. Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Good man. Get on the boxing cow. Jammer dat de cutscenes dus niet 60 fps zijn. Ik weet niet of dat een artistieke keuze is om het wat meer cinematisch te laten overkomen, maar... Gracias. Don't worry about it, Chamaco. Here. That's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lita. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. No, no, this is a future mode. You will, no, no! Anton! Volgens mij staat dit in de trailer namelijk. Oh ja, zeker. Daar is hij. El presidente. Before he was el presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this, and we would catch the fish and then release them. He would say, "It's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge." Except when he caught a big, fat, juicy marlin, he was too proud to let that fish go. Siciliano! You have poisoned Yara! You have poisoned your soul! I have caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! No way. What? Dit had ik dan even gemist vorige keer. I have got you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make Vivero. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. What the hell just happened? I think we're fucked. Ik denk dat dit de boot laat zinken. Vamos, vamos! Convenient. Double convenient. I can't feel my legs. Fuck. This is all my fault. My phone. Yeah, forget it, Lita. My phone. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop, Elita. Just wait. I'll find help. No. You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Danny. You're the lucky one. De textures zien er wel echt insane crisp uit. Danny, it's time for payback. Hier zijn we op het eiland. Wauw. Ik moet je zeggen... So many dead. Het ziet er echt amazing uit. I should look for supplies and get the fuck out of here. Het ziet er echt belachelijk mooi uit. Jungles en stuff zien er om een of andere reden altijd goed uit in videogames. Shit. Pistol's empty. Ja, we moeten vast nog wel ergens bullets kunnen vinden. How the fuck is he still working? The markings must be the code Lita was talking about. Ja, we moeten hier tussendoor dan. En hier ook een teken. Looks like I follow the blue to Libertad. Bullets? Nee, parts. Blue armband. Must be Libertad. I need bullets, man. Shit, who's shooting? Better stay quiet. Kijk, dat is het ding. We zijn nu allemaal parts aan het salvagen. En dat is een van die dingen waarvan ik zoiets heb... Ja, ik weet niet of dat cool is, want ik zie echt de meest bizarre wapens aan elkaar getaped worden met gaffertape en stuff. Het voelt een beetje alsof het niet serieus is. Zeker wanneer je denkt aan die Macarena-gun bijvoorbeeld. Wat jammer is. Want het is zo'n vette omgeving. En dan hou ik niet zo van die scheidlollige stuff. Gaat deze man zich op tijd omdraaien, denk je? Nee. Zeker niet. Wat heeft hij hier? What's this? Could be useful. Leg gear, oké. Hold in de arsenal menu. Ja, hier hebben we iets nieuws voor. Nou, typische stuff natuurlijk die je mag verwachten in een Far Cry Ubisoft game. Voor mij hoeft dit allemaal niet zomaar. Ik snap waarom het erin zit. Sell the fuck out of Yara. Easy. And now I'm done with myself. Perfecto. Dit is echt een bijzonder kleurrijke game. Ik baal gelijk er ook al een beetje van dat ik deze niet in HDR kan spelen. Been a while since I used one of these. Zo, gewoon omhoog lopen. Yep. Ascend. Kijk, dit is tof wanneer je de omgeving op zo'n manier kan ontdekken. I'm gonna show your face before you shoot me. I'm Danny, a friend of Lita. Silencio. You are the only survivor? Clara Garcia. Answer me. I said, are you the only survivor? Si, lucky. Lita knew the risks. That's all you have to say? You're here. That's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertad's no charity, hermano. Lita said you would help. Lita also said you weren't a pussy. Come mierda! That's how you get yourself killed. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny. Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards? I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillos. Simple. Simple? Castillos got what? 300,000 troops? I count 6 burnt-out guerrillas and you with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a Vivero tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Got us down from 60 to 6. You need to get back to your base. Yes, but this island is surrounded by a blockade. We don't have boats. We don't have much gear. And we are not leaving until that Vivero plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all this is legit? This map is old as hell. Made for touristas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. He'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Juan Cortez. Someone who can make one guerrilla fight like 1,000. You know I'm not a guerrilla, right? You tell Lita that? I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Settle in, and let me know when you want to pay your rent. Let's do the mission. We hebben in ieder geval een rifle, dat is nice. Niet veel ammo. Dit. Scraps, meer scraps. Scraps, het hoort anderzijds wel echt bij guerrilla stuff natuurlijk. I attack this archipelago with a man. Get down to that village and bring me Cortez. I hope for your sake he's sober. Okay, 435 meter. Even kijken hoor, Arsenal, want ik moet hem wel equippen. Hij is equipped, als het goed is, ja. Nou, dan kunnen we die zo laten staan natuurlijk. Hola guerrilla, que vuelta. Ja, hier heb ik die gun. Gaan we kijken of we een verschil kunnen maken. Wauw, wat een vista is dit zeg. Jeetje. En dit is wat ik bedoelde met HDR. Echt voor dit soort scènes heb je echt HDR nodig, man. Loud and clear. This spy shit works, Clara. I'll give you that. Ik moet echt mijn woonkamer tv in deze studio zetten. Especially in areas with a lot of soldados. Sí, I got it. A smart guerrilla picks their battles. Suerte. Dus deze blauwe banners, dat zijn zeg maar de sluiproutes van de guerrilla. Also, your weapon to keep a low profile. Okay. Approaching soldiers too closely will still draw suspicion. Quickly unholster with RT. Okay. Zo. Nu komen we langzaam bij in de buurt. Vergeet dus niet, wanneer jij dus ook een Xbox Series X hebt. En misschien ook een PlayStation, ik weet het niet. Maar vergeet dus niet om de High Resolution Texture Pack te downloaden. Want ik kan je nu alvast bevestigen. En dat kan je waarschijnlijk zelf ook wel zien. De textures zijn echt ongelooflijk crisp. En dragen echt wat bij aan de grafische pracht van deze game. Ik kijk mijn ogen uit om heel eerlijk te zijn, jongens. Oké, we moeten heel voorzichtig zijn. 75 meter, maar hier zijn enemies. Probably drinking at a bar in Harmonia. Waar is de bar? Daar is een bar. Het moet hem haast wel zijn dan. Ja, kijk. That looks like a Juan. Today we drink in the worst fucking cantina in Yara. Or is it Colombia? Kirat, Chechnya. Juan Cortez. Leave the bottle. Let's work for you. De nada. Guapo, you listen. Rule 16. A guerrillero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez. What do you think gave it away, Wapo? Kijk, dit is de soort of stuff dat breekt voor mij die serieuze ondertoon. See, I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey, I know you. Don't think so. Yeah, I know you. It's like I'm looking at a mirror, Guapo. What are you talking about? Those eyes, guerrilla. You got a taste. You convince yourself you're a hero, but you wake up a junkie, just like Juan Cortez. This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Oh! A la pinga! You fucking rat. You're worth more dead anyway. Draw. What the fuck? See, Guapo is in love with you. And I ruined the only copy of my book. Bueno, mis socios, vámonos. Once again, we have outstayed our welcome. Oké, we gaan hier uitbreken. Jezus, Koos. Oké, kijk, hide. Wat is die andere daar? Man. Er nog eentje. Waar is die andere guy? Ik zie hem helemaal niet. Got him. Okay, we're good. Let's get the hell out of here before the whole fucking army shows up. Met deze auto pakken? But I'm not that drunk. Right behind you, old man. Yaran pesos. Guapo wants to be your friend. Or maybe he just needs to take a dump. Only one way to find out. Okay, nu? Guapo. Come on, let's get the fuck out of here. Guapo betekent volgens mij knap in het Spaans. I can tell you handled a gun before. What's your name? Danny Rojas. Says you're a legend. Ex-KGB, ex-CIA. I got more fucking exes than your porn search history. Some men, they break eggs for breakfast. But Juan Cortez, he breaks fucking country. Hold up. New plan, Danny. Vamos. The plan is to go back to Clara's camp. Where the hell are we going now? To lay waste. Ah, hier kamp veroveren. See that smoke? That means the watchtower just got a supply drop with some of the rarest materials you'll find in Yara. You are going to go get it. Now you want me to steal shit? At least you're here to help one. Come out! Fuck him, Guapo! Guess this could be useful. Okay, we got the good stuff. Carry body? Nee. Is niet nodig. What the hell are you going to do with this one? On the other stands the true Yaras, agents of truth, order, and loyalty. Every Yara. More shit for one. Meer hierboven. On which side do you stand? Ik moet echt wennen aan die gunplay. Om een van de reden... Ik vind de aim nog niet zo heel erg lekker gaan. Ik moet zeggen, ik kom echt net van Battlefield 2042 en Halo Infinite af. Dus ja, dat zijn ook wel echt twee compleet verschillende games weer. That's what I've been saying. Nou, let's do it. Oké, er zit een goede slide in deze game. Heel belangrijk. Oké, we got more than enough. Let's get the fuck out of here. Is het je niet opgevallen, gewoon in de afgelopen jaren, hoe belangrijk een goede slide is voor een first-person shooter? Ik denk dat Apex Legends dat het beste heeft gedaan. Een goede slide voelt gewoon echt heel erg lekker. En daar kan je gewoon echt lijpe stuff mee doen. I was on a refugee ship. We didn't get far. Yeah. And I came here in a chopper in our baby invasion sanctuary. Shot straight out of the goddamn. Kunnen we niet een auto jatten of zo? I mean, what's your story? The orphanage in Esperanza. Then the military. I'm no guerrilla, just helping Clara out until she gets me off this island. Rule 20. Once a guerrilla, always a guerrilla. Enough with that shit. Too late. The horse is out of the barn and now the fucking cocaine is all over the kids, Danny. There is no other option. America is my option. Ik ben benieuwd of die bloemen ook tellen voor de guerrilla. You think Americans want your Yaran blood? The American dream is for Americans, Danny. You don't quit, do you? Nope. Guapo hates quitters. Ik kijk echt mijn ogen uit wat betreft kleurgebruik hier, man. Why is he following me? Guapo goes with those who need him most. Het is echt heel tof gedaan door Ubisoft. Ik denk wel dat ik deze game verder ga spelen. Ziet er tof uit. De karakters zijn tof. Ik ben niet helemaal down met de scheidlolligheid, maar oké, whatever. Het is wat het is. Alleen de gunplay. Ik ben nog niet overtuigd. Did I ever tell you rule number 9? You just did. Always use the right tool for the right job. Nou kom, loop een beetje door, vriend. Oké. Wapo, let's go. Maar de graphics zijn echt insane. En dat voor een cross-gen titel. Kan je nagaan als we straks helemaal de last gen achter ons laten. Op wat voor games we dan kunnen rekenen. Wanneer de PlayStation 5 en Xbox Series X inmiddels in iedereen's huis staat. How many others? The legend returns. The legend needs to piss, Heffa. Who's she? She was a journalist who dared call Anton fascista. Now she's an outcast, a slave for his paradise. And she's not the only one, Danny. Rule number 11. For guerrilla, resolver isn't making do with what you have, it's inflicting chaos with everything you got. Oké. Dit waren dus de eerste stapjes in Far Cry 6, gecaptured op de Xbox Series X met de High Resolution Texture Pack gedownload. Wat ik net eigenlijk al een beetje zei, ik ben enigszins positief verrast. Ik denk wel dat ik doorga met deze game. Het ziet er ongelooflijk uit om gewoon dit eiland te verkennen. Wellicht dat het snel gaat vervelen. I don't know. Dat zullen we in de toekomst gaan zien. Ik denk dat ik deze game ga streamen. Dus mocht je meer van deze game willen zien, volg me dan op twitch.tv/koosgk. En voor nu laat ik het heel even bij deze video. Vond je dit nou een toffe video? Vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen. Daarmee help je het kanaal enorm. En vergeet ook niet te subscriben voor meer van dit soort video's. Van de nieuwste games, uiteraard de meeste voorspellen en ook de Formule 1 races. Dus doe dat. Alvast bedankt jongens. Voor nu, een hele fijne dag verder en ik check jullie de volgende keer. Later!